We staan hier om te vragen wat gemiddelde Heemskerker vindt van het verdrag tussen Oekraïne en Europa. We gaan vragen waarom mensen het nodig vinden om te stemmen en waarop ze gestemd hebben natuurlijk. U heeft al gestemd vandaag of nog niet? Ja, ik heb net gestemd. U heeft net gestemd. En zou ik misschien vragen waarop u heeft gestemd? Nou, ik ben eigenlijk wel voor aansluiting van de Oekraïne bij de Europese gemeenschap. Want je kan zeggen het is het kiezen tussen twee kwaden. Ja. Want aan de ene kant zeggen ze een corrupt land. Aan de andere kant zeg je van als ik nou tegenstem, ja, is ook nadelig. U gaat tegen of voorstemmen? Tegen. Tegen. En wat is uw argument daarvoor? Nou, eigenlijk dat gedram van de regering om ja te stemmen. Oké. Okay. En vooral omdat als je hier ja zou stemmen, dat alles dan eens goed zou gaan met de Oekraïne. Terwijl als je naar Roemenië kijkt, ze zijn sinds 2007 al lid. En dat is zo'n corrupt zootje tot nu toe. Dus waarom zou het bij Oekraïne anders gaan? Heeft u al enig idee waarvoor u gaat stemmen? Nou, dat weet ik wel, ja. Oké. En wat gaat u stemmen? Ja, ik wil het land ook de kans geven om toch ons te laten zien dat we toch wel proberen hun te helpen. U heeft gestemd vandaag? Ja, uiteraard. Oké, en u heeft gestemd? Nee. Nee? Nee. En uw argument daarvoor of reden? Je kan stemmen zoveel als je wil, want de regering hier tegenwoordig doet toch alles wat ze zin in hebben. U heeft ja of nee gestemd? Voor. U heeft voor gestemd. En uw argument is daarvoor? Nou, die mensen misschien ook een betere snijbrood krijgen. Ik heb tegengestemd. En uw reden daarvoor is? Mijn reden is dat ik vind dat Europa moet weten dat we niet overal maar akkoord mee gaan. Nederland blijft maar geld overal inpompen. En op een gegeven moment is het klaar, denk ik. Goedendag mevrouw. Dag meneer. U gaat stemmen vandaag? Ja. Of heeft u al gestemd, nog niet? Nee, ik ga. Oké. En u gaat voor of tegen stemmen? Tegen. Tegen, want? Uw reden daarvoor? Nou, de corrupte rotsen, die hoeven we allemaal niet. Die is al genoeg rommel in de wereld. Oké. Die hoeft er niet in. Oké, super. Dank u wel.